Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ben onderweg samen met Mel naar Eindhoven. Want wij gaan een nachtje slapen in Eindhoven. Ik heb een verschrikkelijke... Wat ga je nou doen? Ik heb echt een verschrikkelijke bril op. Dit is dus mijn vorige bril en niet mijn normale bril. Omdat ik vannacht een lens ben kwijtgeraakt. Vraag me niet hoe, maar ik wilde hem in mijn bakje doen. En hij viel ernaast en hij was niet meer te vinden. Dus wij gaan zo meteen even langs de Specsavers om nieuwe lens te halen. Zodat ik weer normaal kan zien. Want deze sterkte is dus ook niet goed. En ja, alles weer spiegelt zoals je ziet. Dus ja, we zijn onderweg en er was ook, hoe noem je dat, werkzaamheden aan het spoor, waardoor we echt super lang om moesten. We moesten 2,5 uur reizen in plaats van anderhalf. Ja, voor jou. Voor mij anderhalf, denk ik. Dus een uurtje langer, maar hè, we zijn er bijna. Het is vandaag woensdag en wij zijn wakker geworden in Hotel The Match. Het is een beetje een ravage, dus een echte roomtour zit er niet in, denk ik. Maar wij zijn ons aan het klaarmaken, want we gaan zo meteen weer lekker naar de winkels. Gisteren heb ik niet heel veel gefilmd volgens mij, alleen maar een beetje wat eten. Maar we zijn eigenlijk vooral bezig winkelen en niet echt heel veel spannends verder. Wel lekker gegeten. En we zijn nog naar het casino. Oh, ja, ja. Ik was even aan het denken, wat hebben we in de avond gedaan? Ja, maar we zijn vooral bezig winkelen. Nee. In de avond zijn we nog naar het casino geweest. Was heel leuk. We hadden allebei onze inzet gewoon weer terug. Niks gewonnen, niks verloren. Dus we zaten op een gegeven moment allebei wel op winst. Maar ja, we waren eigenwijs en we gingen door. Zijn we niet goed voor? Nee. Het is gewoon niet goed voor ons. Maar we zijn wel gestopt. Dat scheelt wel heel veel. Want ja, normaal. Denk ik dan altijd, ja, je ja. Moet wel. Die zet gewoon alles op zwart en dan is ze alles kwijt. Dus wij zijn ons even nog aan het klaarmaken en dan gaan we weer richting de stad. Ik heb een nieuw jurkje gekocht gisteren. Ik weet niet of je hem zo goed ziet. Maar hij is van de Zara en ik ben er blij mee. Dus we gaan weer winkelen. Woehoe. Woehoe. Hey. Wij zijn terug onderweg naar Utrecht. Vanaf Eindhoven, waar we een nachtje weg waren. En we moeten via Den Bosch, daar moet je met de bus naar Utrecht toe. En dan gaan we daar weer verder met onze favoriete bezigheid. Shoppen. En als je met Lisa weg bent, is het heel leuk. Dan zit ze altijd op dit ding. Hoe zoom je in? Zo. Kom, ga eruit. Nou, inmiddels zit ik alweer in de trein naar Horen. Ik ben onderweg omdat ik ga trainen voor de eerste keer weer. Ik heb een superleuk nachtje weg gehad met Ormel in Eindhoven. Op een gegeven moment waren we wel een beetje klaar met de stad, hadden we alles wel gezien. En zijn we richting Utrecht gegaan en hebben we daar nog eventjes geluncht. En toen moest ik alweer best wel snel weg naar de trein. Ik ben heel snel naar huis gegaan. Ik was mijn badmintontas daar vergeten. Dus maandag wilde ik eigenlijk ook al trainen, maar dat ging niet. Dus poging 2, de woensdag. Ik heb mijn tas opgehaald en ik ben nu onderweg naar Hoorn. Ik ben toen in Hoorn, dus ik ben met de trein daarheen gegaan. Of nou ja, onderweg met de trein. En Danny haalt me daar op met de auto. En dan gaan we richting trainen. Ik loop ook gewoon nog in mijn jurkje. En ja, alles waar ik natuurlijk gewoon... wat ik toen straks aan had. Dus ze zien me al aankomen daar. Dus ik moet me daar even omkleden snel. En dan eerste training weer. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat bevallen. Ik denk dat het echt heel erg pittig wordt. Mijn haar ook echt. Ik weet niet wat er gaande is. Maar het zit niet echt helemaal lekker. De eerste training. Ik denk dat het echt heel pittig gaat worden. Ik denk ook dat ik echt spierpijn ga hebben morgen. Maar ja, dat hoort natuurlijk allemaal bij. De eerste wedstrijd is ook al echt weer over 3 of 4 weken. Dus ik moet gewoon beginnen met trainen. Want anders bak ik er helemaal niks van in het begin van het competitieseizoen. Dus we gaan aan de bak. En we gaan lekker badmintonnen. Hoi, het is vandaag donderdag en ik heb een mega lekker lui dagje. Het is al bijna 5 uur. En ik heb gewoon lekker series gekeken de hele ochtend en middag.
En nu ben ik bezig met mijn cv te veranderen. Want ik had nog zo'n zielig Word cv'tje wat er eigenlijk echt niet uitzag. Maar ik had hem ook bijna nooit nodig. En nu moet ik een stage gaan zoeken voor mijn afstudeerstage. Dus ik ga in Canva een mooi cv'tje proberen in elkaar te flansen. En dan ga ik die opsturen naar een bedrijf waar ik heel graag stage zou willen lopen. Ik hoop eigenlijk dat ze me gaan aannemen, want het lijkt me een mega leuk bedrijf. En ik zag al dat iemand daar had afgestudeerd van mijn opleiding. En ik hoop natuurlijk dat ze nog niemand hebben, want ik ben een beetje aan de late kant. Ik wilde nog niet in september beginnen, omdat ik heb een heel jaar eigenlijk om af te studeren. En nog een kleine andere stage daarbij te doen. En ik hoop dat ik ze allebei bij hetzelfde bedrijf kan doen. Ik wilde dus niet in september beginnen, want ik had nog niet echt de motivatie gevonden. Het is voor mij inmiddels al een tijdje geleden dat ik echt met school ben bezig geweest. Dus ik hoop 1 oktober te gaan beginnen. En dan moet ik denk ik 7 of 8 maanden in totaal stage gaan lopen. Dus dat wordt best pittig. En het is gewoon het einde. Ik moet nu gewoon echt gaan starten. En dan ben ik gewoon in een paar maanden klaar. Heb ik dat papiertje. En dan hoop ik toch eindelijk gewoon te gaan doen wat ik leuk vind. Dus ik ga nu even lekker verder met mijn cv'tje maken. En dan ga ik een motivatiebrief schrijven. En sturen naar het bedrijf. En met hoop op een goed antwoord terug natuurlijk. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik ben thuis beland. Het is nog best vroeg. Maar ik moet straks werken. Dus ik was alvast naar huis gegaan. De kleine meisjes hier echt aan het rennen, joh. Niet te doen. Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Hé schat. Lekker knuffelen. Echt lekker. Kom ik thuis. Komt ze gelijk naar me toe rennen. Dat is toch heerlijk. Hou ze op. Ze wordt echt zo groot. Dat is echt niet te doen. Dat is echt gewoon nu een kat aan het worden. En geen kitten meer. Maar ik moet dus straks werken. Ik moet weer openen. Dus gewoon weer de hele dag. Het is weer volgens mij een week geleden dat ik heb gewerkt. Dus ik heb eigenlijk wel weer zin om te werken. En ik ben benieuwd of het druk wordt. Want het was de laatste tijd niet zo druk door de vakantie. Maar de vakantie is nu natuurlijk over. Dus het zou best kunnen dat het nu wel weer wat drukker wordt. Ik ben benieuwd. Auw, ze valt me gewoon aan. Gaat het goed? Ze is echt in de terrorfase nu. Ze kwam heel even hallo zeggen. Ze pakt nu ook mijn camera. Ze vindt vooral mijn haar dus heel interessant. En alles wat ze ziet bewegen, daar gaat ze gewoon achteraan. Maar ja, hè. Het is een kitten, dus we kunnen er niks van zeggen. Ze wil gewoon spelen. Ah. Hey, hallo. Hallo, niet bijten. Niet bijten. Ook niet met je poot. Dus ik ga nu even lekker ontbijten. En dan heb ik nog wel eventjes voordat ik moet beginnen. Want het is nu 9:10. En ik hoef pas om 11:30 te beginnen. Dus ga ik nog even lekker iets doen. Ik heb geen idee. Sowieso Love Island UK kijken, want er is weer een nieuwe aflevering. En ik vind het mega spannend. Ik zag op iedereen van Engeland hun Instagram al dat daar de finale al is geweest. En ik probeer het elke keer weg te klikken, want ik wil niet zien wie er heeft gewonnen. Maar ja, het wordt steeds moeilijker. Dus ik hoop dat de finale hier ook snel eraan komt. Dus ik ga snel Love Island UK kijken met een ontbijtje. Hoi, het is vandaag zaterdag en ik ben naar huis gereden omdat Dan moet werken. Dus ik heb hem afgezet op werk en nu ben ik eventjes thuis. Ga ik gezellig thuis mee eten. En ik moet naar de Kruidvat, want ik had allemaal foto's besteld van Mexico. Waar we een fotoboek van willen maken en die zijn binnen. En ik moet ook nog een pakketje wegbrengen van de H&M die ik laatst had besteld. Wat retour moet, dus dat ga ik ook gelijk maar even doen. Dus ik ga zo meteen eerst nog even snel die winkels langs en dan gezellig thuis lekker eten. Goedemorgen, het is vandaag maandag en ik had echt mega veel haast vanmorgen. Ik heb heel slecht geslapen vannacht, waardoor ik vanmorgen iets langer bleef liggen. Maar ik ga vandaag iets heel leuks doen, want Joy is jarig, mijn vriendin. En we hebben een verrassing voor haar geregeld, want ze viert vrijdag haar verjaardag. Maar vandaag is ze echt jarig en we dachten, is ook niet leuk om gewoon niet langs te gaan. En niks voor het te doen. Dus we hebben bedacht om haar te verrassen met een high tea. Haar vriend zit in het complot. Marco gaat zorgen dat zij naar het restaurant komt waar wij de high tea hebben gereserveerd. En wij gaan dan in het restaurant op haar wachten. En dan hopelijk is ze verrast en heeft ze niks doorgehad. Ik heb vandaag gewoon gedaan alsof er niks aan de hand was op app. Ik heb haar gefeliciteerd en ik heb gezegd, wat ga je doen vandaag? En toen zei ze wel, ik ga lunchen vanmiddag, maar ik weet niet precies hoe of wat.
Dus ik denk dat ze niks door heeft. We gaan samen met Fab en Armel. En ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. Ik vind het leuk om verrassingen te regelen. En helemaal voor goede vriendinnetjes. Dus ik ga nu snel naar de trein. Ik had dus een beetje haast. Ik heb nog niks aan mijn hoofd kunnen doen. Ik had gedoucht, mijn haar kunnen doen. Dus het helemaal in de tis. Dus dat duurde echt mega lang. Dus ik ga zo meteen in de trein wel even wat mascara opdoen of zo. Maar ja, ik heb er zin in. Niet. Birthday to you! Hey schat! Dit is toch leuk! Nou, helemaal een leuke verrassing voor Joy. Ze wist het echt niet. Ze was echt verrast dat ze binnenkwam. En daarna zijn we ook nog doorgegaan naar Joy haar huis. En hebben daar lekker avond gegeten. We moesten wel een beetje opschieten. Want ik moet nu weer snel terug door naar Danny. Want we gaan naar de gender reveal van zijn broer en zijn vriendin. Die krijgen ook een baby. Dus helemaal in de baby's. Dus ja, vanavond gender reveal. En dan gaan we weten of het een meisje of een jongetje wordt. Ik ben voor blauw gegaan. Dus ik ga zo meteen mijn huis in een blauw jurkje in plaats van in een zwart jurkje. En ik had dus ook blauwe nagellak gedaan, maar dat ziet er helemaal niet meer uit. Het is helemaal afgeblakerd. Dus ja, ik ben benieuwd wat het gaat worden. Helemaal excited deze dag. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik heb gisteravond niet meer de uitslag gefilmd, omdat ik best wel laat thuis was. En ik dacht, ik doe het morgen. It's a girl! Dus ik ben echt heel erg blij. Nu heb ik van mijn vriendinnetje, kreeg ze een jongetje. En nu krijgt mijn schoonzus een meisje. Ik ben helemaal in de wolken. Nu kan ik dus namelijk voor een jongetje en voor een meisje shoppen. En anders was het natuurlijk gewoon voor twee jongetjes. Maar ja, bij meisjes hebben ze natuurlijk ook gewoon altijd mega schattige dingen. Dus ik had toch een kleine hoop dat het een meisje werd. Ondanks dat ik voor een jongetje was gegaan, is het toch een meisje geworden. Dus ik had het helaas wel fout. Maar alsnog ben ik echt mega blij voor ze dat het een meisje is. Dus ja, dat was gisteren. En het was verder echt mega gezellig. En we waren dus een beetje laat thuis. Dus daarom had ik niet meer echt gefilmd. Ik ga bij deze wel de vlog afsluiten. Want het is alweer dinsdag. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog. En tot volgende week. Doei doei!